Leuk dat je kijkt. Vandaag ga ik je laten zien hoe je deze make-up look maakt. Het is best wel vaak aangevraagd, of althans niet vaak aangevraagd, maar ik heb er heel veel complimentjes over gehad. En het is ook toch wel een paar keer aangevraagd eigenlijk. Hoe ik deze make-up look nou maakte. Je kon hem al zien in de unboxing van de VIPbox afgelopen zaterdag. Daar droeg ik deze make-up look al. Het is een paarse ooglook. Met wat blauw er ook in. Een mooie kleurovergang en best een aparte look. Wel eentje die opvalt natuurlijk, maar ik kreeg er heel veel complimentjes over. En ik ga hem vandaag dus jullie laten zien hoe je hem maakt. Laten we maar snel gaan beginnen. Ik heb de ene kant van mijn oog al gedaan en ik zal nu jullie laten zien hoe ik dus de andere kant van mijn oog doe. En hoe ik verder de make-up look indeel. De basis heb ik ook al aangebracht. Dat heb ik gedaan met de BB Cream van Catrice. De Light Reflecting Concealer van Catrice. En de Catrice Prime and Fine Powder. Het is voor mij even een beetje wennen, want ik film namelijk dit in de spiegel. Dus ik moet even kijken hoe ik moet kijken, maar dat komt vast allemaal goed. Laten we beginnen met hoe ik deze ooglook maak. Je begint met de witte basis aan te brengen op je bewegende ooglid. En ik doe dat met dit kajalpencil van Essence. Je kleurt daarmee je ogen in en ook een klein beetje bij je traanbuis zo naar onder. Vervolgens pak ik mijn MAC 219. Dit is een best wel stijve kreeskwast. Dus hij is redelijk hard. En ik pak het Naked 2 palet. En daarvan ga ik de kleur Tease gebruiken. Deze kleur. En dit is een soort taupe plumkleur. Het sluit eigenlijk heel mooi aan bij de paarse kleur die je op je bewegende ooglid gaat gebruiken. En deze breng je dus aan in de crease. Vervolgens pak ik een platte kwast en hiermee ga ik de oogschaduw op het bewegende ooglid aanbrengen. En ik gebruik hiervoor mijn MAC palet in de kleur Full Color 02. Dit is helaas niet meer bereikbaar, maar bevat echt enorm prachtige kleuren. En het leuke hieraan was, ik wilde eerst eigenlijk gaan voor een blauwe kleur. Dus ik had mijn kwast al in de blauwe kleur gedept. En toen bedacht ik me, nee, ik wil eigenlijk paars. En toen ging ik met de andere kant in de paarse kleur. En dit heeft eigenlijk geresulteerd tot deze ooglook. Want wat ik nou ga doen is dat ik de paarse kleur aan ga brengen op mijn bewegende ooglid. En de blauwe kleur nog een heel klein beetje in de crease. En dan krijg je dus zo'n hele mooie overgang. En een hele mooie bijzondere kleur ontstaat er. Vervolgens pak ik weer even mijn blending kwast, de MAC 219, met de kleur Tease van het Naked 2 palet erop. En die breng ik dan nog even een beetje aan in de arcadeboog. Of in de crease. Dat de kleuren een beetje mooi in elkaar overlopen en vervaagd worden. Vervolgens pak ik een fluffy kwast. Deze is van de HEMA. Dit is echt een enorme zachte kwast. Hele zachte haren heeft hij. En daarmee ga ik in de kleur Bouticole van het Naked 2. En dit is een crème kleurige met een lichte shimmer erin. En die breng ik aan als highlighter op het wenkbrauwbod. En ook nog wat daarvan breng ik aan in de binnenste ooghoek. Een mooi wakker effect, omdat het toch wel vrij een donkere oogmake-up look is. Vervolgens kleur ik mijn waterlijnen in, boven en beneden, met een waterproof zwart oogpotlood. Deze is toevallig van de HEMA, maar je kunt het doen met ieder potlood wat jij prettig vindt. De kleur heeft iets wat reflect onder mijn oog, de zwarte oogpotlood, maar het maakt niet uit, want ik ga nu met een klein dun kwastje nog in de kleur Tease van het Naked 2 palet. En daarmee breng ik nog een klein beetje oogschaduw aan onder mijn wimperrand. Dit zorgt voor een mooie intense oogopslag. Vervolgens is het tijd om de wimpers te krullen. En om een mooie dramatische mascara aan te brengen. En hiervoor ga ik voor Le Volume van Chanel. Vervolgens teken ik mijn wenkbrauw nog bij met dit So Susan wenkbrauwkitje. En
En ik gebruik hiervoor de donkerste kleur. En dan is de ooglook klaar. Vervolgens breng ik nog een mooie nude lipstick aan, omdat de ogen al genoeg opvallen. Dit is de kleur 15, Oh So Matte van Essence. Nieuwe lipstick van Essence in een mat nude kleur. Ik breng nog wat bronzer aan. Dit is de bronzer van de H&M in de lichtste kleur, Gorgeous Tan. En ik ga nog voor een mooie roze blush met een lichte shimmer erin. Voor een licht highlightend effect. En dit is de Baked Blush van e.l.f. in de kleur Peachy Cheeky. En deze breng ik aan met de Stippling Brush. En dit is hoe de make-up look er dan uit komt te zien. Nu moet ik er wel bij vermelden, ik had mijn haar natuurlijk opgestoken, althans ik had een mooi soort rockpoefkapsel gemaakt. Ik weet niet precies hoe ik het moet noemen. Dus het zag er, dan ziet het er sowieso allemaal al anders uit. Maar dit is gewoon hoe je de look maakt. En ik vind het zelf een hartstikke leuke speelse look. Wel een opvallende look, dus je moet er echt van houden. Maar ik hou gewoon van paars, omdat het gewoon mijn ogen heel mooi laat uitkomen. Dus om die reden heb ik hem gedragen. Ik hoop dus dat jullie er wat aan gehad hebben. Ik wil je hartelijk bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog wanneer je de look mooi vindt. En ik zou het hartstikke leuk vinden wanneer je abonneert op mijn YouTube kanaal. Ik zie je heel graag snel weer. Doeg! Hey, vandaag ga ik de Instagram tag beantwoorden. Ik vind het een ontzettend leuke tag. En ik ben echt dol op Instagram. En waarom ik hem nog niet eerder heb gedaan...